Een hele goede morgen, mensen. Dank voor deze mooie introductie. Ik word hier zo enthousiast van. Bewegen kan op zoveel verschillende manieren. Jullie weten daar natuurlijk alles van. Heel hartelijk welkom op de brede regeling combinatiefuncties kennisdag. De dag waarop we ook weer de stimuleringsprijs voor de beste buurtsportcoach van het jaar gaan uitreiken. En jullie hebben dat aan het filmpje gezien. Het lijkt allemaal niet zo moeilijk. Maar toch, het nieuws van de afgelopen tijd is dat er 2 miljoen mensen minder zijn gaan sporten en bewegen in deze coronatijd. Dat is niet niks. Dat is echt een dingetje. Maar vandaag gaan we het daar ook over hebben. We gaan kijken hoe wij vanuit allerlei verschillende invalshoeken kunnen kijken hoe de buurtsportcoaches het verschil kunnen maken. Maar ook de cultuurcoaches. Jullie zijn met bijna 200 mensen bij elkaar. Ik vind het fantastisch. Het is raar dat ik jullie niet kan zien. Het is een beetje vervreemdend om zo in de camera te kijken, maar ik weet dat jullie met bijna 200 mensen, beleidsmedewerkers, cultuurcoaches, buurtsportcoaches, hier allemaal aanwezig zijn om met elkaar deze dag tot een succes te maken. Ik heb gelijk 2 uitdagingen voor jullie. De eerste uitdaging is dat jullie de hele dag bij ons blijven en dat jullie al die deelsessies meemaken, datgene wat jou aanspreekt en dat je geïnspireerd naar huis gaat. Dat hopen wij. De tweede uitdaging is dat je ook, net als in het filmpje, de hele dag in beweging blijft. Staan, iets doen, strekken, misschien de daily mile tussendoor. Het kan allemaal, maar wees creatief en dat hoef ik eigenlijk jullie niet te vertellen. Dus 2 makkelijke uitdagingen voor vandaag. En dan gaan wij er alles aan doen om voor jullie een geweldig goed programma in elkaar te zetten. En ik ben ontzettend trots en blij dat we straks ook de minister in ons midden hebben, die met ons de stimuleringsprijs gaat uitreiken aan 1 van die 3 genomineerde buurtsportcoaches. En ik kan jullie vertellen, ik heb ze net ontmoet, het zijn kanjes. Jullie hebben de filmpjes ook gezien, we gaan het straks nog een keer zien. Geweldig wat zij ook in deze moeilijke periode ook allemaal doen om zoveel mensen, kwetsbare groepen ook, te bereiken. Het thema van vandaag is preventie. Een woord wat veel gebruikt wordt, maar wat toch ook weer lastig is. Lastig omdat heel veel mensen niet precies weten wat daar nou mee bedoeld wordt. En vooral niet weten wat daarmee kan worden bereikt. En als je dit ziet, waar succesvolle preventie, gezondheidspreventie, allemaal toe kan leiden, dan denk je, jeetje mina, ongelooflijk. Een langer gezond leven, een betere start voor de kinderen, een duurzame inzetbaarheid, minder gezondheidsverschillen, minder zwaardere zorg en lagere kosten. Als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan denk je, daar moet flink in geïnvesteerd worden. Hoe is het met de werkelijkheid? De werkelijkheid is dat in de zorg er 80 miljard omgaat en in preventie 2 miljard. En ergens is dat ook wel begrijpelijk. Want in die zorg gaat 80 miljard om en als jouw moeder ziek is, dan wil je ook dat zij de beste medicijnen krijgt en de beste zorg om geholpen te worden en om het probleem op te lossen. Maar die 2 miljard preventie, dat is 40 keer zoveel minder. En dat is wel jammer, want met preventie kun je zoveel bereiken. Zou die balans niet wat beter kunnen, of zou er bij beide ook wat meer bij kunnen? Zodat we ook aan preventie meer kunnen besteden. En ja, het is waar, voor de cure, de zorg en preventie, is nou eenmaal wat minder geld over. En dat komt ook omdat het een ondankbaar beleidsmiddel is. Je investeert daar niet graag in, want als je daarin investeert, dan moet je maar afvragen wanneer het resultaat zichtbaar is. En soms komt dat geld ook weer terug, niet in je eigen portemonnee. Dat noemen ze wel eens het wrong pocket dilemma. En dat is vervelend. Maar toch zien we ook wat lichtpuntjes. Een van die lichtpuntjes vind ik, en daar gaan we het vandaag ook over hebben in Healthy Hillegom, is dat het preventieakkoord en het sportakkoord zoveel losmaakt. En het is nog mooier als dat gecombineerd wordt tot een leefstijlakkoord, waarin je na sport en bewegen ook kijkt naar voeding en ook naar allerlei andere aspecten, zoals roken, terugdringen van roken, overgewicht, dat soort dingen. Maar ook mentale gezondheid is daar een belangrijk onderdeel van. En als je dat samenpakt in een leefstijlakkoord, dan heb je een mooie combinatie van preventie en sport bij elkaar. En steeds meer gemeentes maken die combinatie. Eigenlijk vind ik dat jullie met jullie werk dagelijks in de hotspot zitten van preventie. Jullie zitten in die buurten en die wijken. Jullie bereiken die kwetsbare burgers. Je maakt die combinatie met de zorg steeds beter. Ik vind dat knap. Ik vind dat belangrijk.
omdat ook juist in die zorg de mensen komen die wat meer kunnen bewegen en ook uit dat sociale isolement komen. En jullie weten ook steeds meer publieke en private partijen te betrekken. Fantastisch. En als ik dit zie, dat jullie in die hotspot zitten, dan moet ik denken aan die eigen buurtsportcoach in mijn gemeente, Tobias Wijnmalen. Hij is ook ooit een keer genomineerd geweest en hij is in Wijk bij Duurstede mijn top buurtsportcoach. Ik ben al een paar keer met hem mee geweest. Ik vind het fantastisch wat hij doet en elke week staat hij wel in de krant met een of andere activiteit. Maar ik moet ook denken aan een andere superheld. En die superheld, misschien een beetje raar, komt een beetje uit mijn tijd, is Pippi Langkous. En ik wens jullie allemaal toe dat jullie de eigenschappen van Pippi Langkous, dat jullie die eigen maken. Zij maakt haar eigen regels, ze is sterk, ze durft bijna alles. Ze begint gewoon bij het toetje en is ongeremd. Dat aspect, dat zou ik graag jullie gunnen. Dat jullie allemaal je eigen kracht inzetten. Niet te veel nadenken of het wel kan of niet kan. Af en toe misschien een beetje over dat randje gaan. En in die hotspot jullie werk doen. En dan vanzelf kunnen we preventie wat dichterbij halen en zorgen dat daar meer in geïnvesteerd wordt. Jullie zijn daar het beginpunt van. Het is fantastisch dat jullie dat werk ook in deze coronatijd doen. Goed, wij gaan de eerste keynote spreker aankondigen. Dat is René Silhorst. René, ik zou zeggen, kom naar voren. Hallo René. Goedemorgen. Welkom. Dankjewel. René, fantastisch dat je hier bent. Je bent ondernemer, je bent vanaf het eerste uur al eigenlijk met sport en bewegen bezig. Het is eigenlijk ook een beetje een thuiswedstrijd voor jou, hè? Hoe komt dat hier in Den Haag? Nou ja, bijna letterlijk. Ik heb gestudeerd in Den Haag, Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding. Maar we zitten in het Fokkengebouw. Dit was vroeger een onderwijsinstelling. En ik heb letterlijk hier in de gymzaal stage gelopen. Dus het is zeker een thuiswedstrijd, ja. Ja, ja. Je hebt op de Halo gezeten. Ja. En ergens heb jij ook gedacht, ik moet dat kabinet, die ministers en die staatssecretarissen, moet ik aan het bewegen krijgen. Hoe heb jij dat gedaan? Nou, dat was niet mijn idee, maar dat was het idee van Erika Terpstra en Annemarie Jorritsma. Ja, Erika, hoe kan het ook anders, hè? Ik hoorde je net al zeggen, buurtsportcoaches zijn kanjers. Nou, dat is natuurlijk, die term komt natuurlijk bij Erika vandaan. Ik was sportbegeleider bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zoals het toen heette, 25 jaar geleden. Ik trainde toen Annemarie Jorritsma in die tijd, dat was de minister van Verkeer en Waterstaat. En die had samen met Erika Terpstra het idee opgevat om samen in een van de sportruimtes van de ministeries te gaan sporten. Vrijdagochtend, voorafgaand aan de ministerraad. En ik kreeg de taak, willen jullie de mannen erbij gaan betrekken? Dus ik ben op mijn fietsje, met mijn mountainbike ben ik alle ministeries langs gegaan, inclusief Wim Kok, die was toen minister-president. En 25 jaar geleden kon je nog met je mountainbike, kon je die tegen het hek parkeren bij het torentje, kon je aanbellen. Ja, dat kan je helemaal niet voorstellen. En toen heb ik op de koffie bij Wim Kok gezeten om te vertellen wat we gingen doen. En die is vanaf het begin een heel belangrijk voorstander geweest van het sportuurtje. En volgens mij doen ze het nog steeds elke vrijdagochtend. Nou, zullen we het straks eens gaan vragen aan Tamara van Aalen? Lijkt mij een uitstekende vraag. Medische zorg en sport. Eens kijken of zij morgen, want dat zou dan morgen zijn. Zou morgenochtend half 8. Half 8. Aansluit het gezond ontbijt. We gaan dus vragen of ze daar aan meedoet. En als dat heel benieuwd. Dan moet ze dat maar gauw doen. René, jij hebt ook een verhaal over preventie, maar ook over sport en bewegen. Mm-hmm. Jij bent daar elke dag mee bezig. Je doet dat ook vanuit jouw ondernemerschap. Dat ondernemerschap zien we ook terug bij buurtsportcoaches. Ik zou zeggen, neem ons eens mee in jouw visie, in jouw gedachten over hoe die buurtsportcoaches met preventie en sport en bewegen om kunnen gaan. Ja, mag ik jou... Ja, geef ik jou even. Dat is op zich wel handig. Nou, waar ik in ieder geval heel blij van word, Jaap, is Pippi Langkous, wat je net aangaf. Ik denk dat ik mezelf daar heel erg in herken. De kwestie van lef hebben en durven en doen. Ik zeg altijd, het is makkelijker om vergeving te krijgen dan toestemming. Dus soms moet je een beetje lef tonen om iets voor elkaar te krijgen. Er zijn altijd krachten die tegen je werken. Dus lef is denk ik een heel belangrijk onderdeel daarvan. En wat ik jullie vandaag ook in mee wil nemen, is eigenlijk het verhaal ook van mijn presentatie. We moeten meer van motiveren naar zo makkelijk mogelijk maken. We richten de maatschappij eigenlijk zo in dat eigenlijk ongezond gedrag heel makkelijk gemaakt wordt. Nou, op het moment dat we met elkaar daartegen willen gaan vechten, dan is het echt een hele moeilijke strijd. Want we vragen mensen eigenlijk, wil jij tegen de stroom in gaan zwemmen? Dat is eigenlijk wat we ze vragen. En ik ga jullie vandaag meenemen in het verhaal om te kijken hoe we met elkaar iets kunnen gaan creëren, waardoor we dat gezonde gedrag zo makkelijk mogelijk gaan maken. Dat is eigenlijk de kern van wat ik jullie vandaag wil gaan vertellen.
Goed, ik ga jullie even meenemen naar het verleden. Jaap, ik ga je af en toe ook even een vraag stellen. Helemaal goed. Nee. Als we kijken naar ons leven 40.000 jaar geleden, wat denk je, Jaap, dat we 40.000 jaar geleden aan het doen waren de hele dag? Waren we toen die holbewoners en waren we op zoek naar eten en drinken? We waren zeker op zoek naar eten en drinken, maar we waren jagers en verzamelaars. Dus ja. Dat betekent dat we eigenlijk de hele dag in beweging waren en op zoek naar voedsel. En er was heel veel schaarste. Rust was schaars. We konden het ons eigenlijk niet veroorloven, want de hele dag moesten we in beweging blijven om voedsel te verzamelen. Er was ook schaarste aan voedsel, hè? Dus het was een beetje wat je vond op een dag. Wat besjes, wat noten, af en toe een visje en dan moesten we het mee doen. En ook stress was heel erg schaars. Het was wel heel acuut, hè? Want op het moment dat jij in oog en oog kwam met die grizzly bear ergens in het woud, ja, dan was het daarna, hè? Je moest op de vlucht slaan en dan was je of veilig of dood. Andere smaken waren er niet. Dus het was eigenlijk heel eenvoudig, maar wel op leven en dood. Heel simpel leven, maar wel heel hard eigenlijk. Alleen, wij zijn ontzettend goed in staat om met schaarste om te gaan. He, dus we kunnen de hele dag door bewegen, we kunnen met weinig eten, we hebben veel reserves die we kunnen aanspreken. En we kunnen ook eigenlijk heel erg slecht omgaan met die stress, dus dat hebben we ook het liefst zo min mogelijk. Maar hoeveel, Jaap, denk jij nou dat ons DNA de laatste 40.000 jaar veranderd is? Nou, misschien wel heel weinig. Heel weinig. Het antwoord is 0,03%. Ja. Dus dat betekent dat ons DNA is nog voor 99,97% hetzelfde als 40.000 jaar geleden. Waar we de hele dag in beweging waren, schaarste met voeding, weinig stress. Ja, ik hoef jullie niet te vertellen dat de wereld er tegenwoordig totaal anders uitziet. En dat hebben we met elkaar zelf gecreëerd. Hè? Dat is ook de prijs van de welvaart die we betalen. Kijk maar eens om je heen. Verstedelijking. Heel weinig natuur. Hè? We moeten echt vechten om het groen te vinden. Gelukkig woon ik aan de rand van het bos en dan kan ik redelijk snel wat groen in. Maar als je hier in het centrum van Den Haag woont, dan is het echt een stuk lastiger. Geautomatiseerd vervoer. Ik hoef het je niet te vertellen, kijk maar eens op de presentatie. Steden zijn parkeerplaatsen geworden. Het wordt eigenlijk zo makkelijk mogelijk gemaakt om je auto weg te zetten. En daarmee stimuleren we eigenlijk dat mensen gaan zitten in die auto's en met de auto's ergens naartoe komen. En dan hebben we het natuurlijk ook nog eens een keer over de hoogcalorische voeding. Ga de supermarkt in, kijk maar eens bij de kassa, je staat daar met je kind, wat wordt er aangeboden? Marsen, Twix, ik mag geen reclame maken, in ieder geval hoogcalorische voeding. En waarom? Ons lichaam snakt daarnaar, dus het verkoopt. Dus we hebben eigenlijk een wereld met elkaar gecreëerd, waarbij we continu verleid worden om die ongezonde keuze te maken. En dan gaan wij het vandaag hebben over preventie. En dan moeten wij mensen gaan zeggen van, je moet gezonder gaan eten, je moet meer gaan bewegen. Is gewoon ontzettend lastig, want ik denk dat we geen gezondheidsprobleem hebben, maar een sociaal-maatschappelijke uitdaging. En die kunnen we met elkaar, kunnen we die uitdaging aan. Wat zijn nou de gevolgen van de maatschappij die we gecreëerd hebben? Nou, kijk maar om je heen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de beweegrichtlijnen. Minder dan de helft. Bij de jongeren is het nog ernstiger, maar een kwart van de jongeren voldoet aan de beweegrichtlijn. Dat is natuurlijk ontzettend weinig. En de gevolgen daarvan zijn veel overgewicht, veel obesitas. Nou Jaap, we hebben het al gehad over COVID en corona. We zien dat met name ook de mensen met een ongezonde leefstijl sneller in het ziekenhuis en op de intensive care terechtkomen. Dus niet om te stigmatiseren, maar het is wel een kenmerk van het feit dat onze leefstijl op dit moment zich een beetje tegen ons gaat keren. Of eigenlijk de welvaart. Tot 1970 heeft de welvaart ons heel veel gezondheid gebracht. Betere hygiëne, betere zorg, betere voedingsmiddelen, heeft allemaal geholpen. Maar we zitten nu eigenlijk op een kantelpunt dat we zo doorgeslagen zijn in de welvaart, dat dat eigenlijk voor gezorgd dat we steeds ongezonder aan het worden zijn. Dus de kwaliteit van ons leven neemt af. En dat kunnen we ook weer met elkaar omkeren. We hebben het met elkaar gecreëerd, maar we kunnen het ook omkeren met elkaar. Ja, en last but not least zien we natuurlijk een enorme opkomst van leefstijlgerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekte, diabetes type 2, enorm in opkomst. Ziekte van Alzheimer, ook allemaal ook te maken met bewegen, gezonde voeding. En we kunnen dat tij gaan keren als we dat met elkaar op gaan pakken. Ja, en dan ga ik even ook weer terug in de geschiedenis in naar Hippocrates. De grondlegger eigenlijk van de moderne westerse geneeskunde. En wat hij eigenlijk zei is, walking is a man's best medicine. Bewegen is gewoon een superbelangrijke medicijn. Ik heb een studie gekregen onlangs, een Europese studie. Weer even een triviant vraag voor jou, Jaap. Stel je voor dat elke Nederlander elke dag 1 kilometer meer zou gaan lopen. Hebben we het ongeveer 10, 15 minuten lopen. Hoeveel gezondheidswinst
Denk jij dat het jaarlijks op gaat leveren? En ik maak er een meer of minder vraag van. Denk je dat het meer of minder is dan 2 miljard per jaar euro? Ik ga zonder meer voor meer. Ja, 2,3 miljard euro kunnen we aan gezondheidswinsten opleveren wanneer elke Nederlander, je noemde de Daily Mail, dat is bijna een Daily Mail, elke dag 10 tot 15 minuten meer gaat bewegen. Is dat haalbaar? Ik denk van wel. Maar dan moeten we wel breder gaan kijken daar dan alleen naar gedrag. En dat is ook wat ik jullie vandaag mee wil geven. Ik vind dat heel erg belangrijk. Sport is bewegen, maar niet elke vorm van beweging is sport. En ik herken dat als sportleraar. Ik ben vaak sportminded. Ik communiceer vanuit sport. En ik probeer iedereen in het sportdomein te krijgen. Maar er zijn heel veel mensen waarvoor dat 5 bruggen te ver is. Dus laten we vooral ook nagedenken over hoe we bewegen kunnen gaan stimuleren. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen van buurt sportcoach naar buurt beweegcoach. En van sportbeleid naar beweegbeleid. Fantastisch voorbeeld Parijs. Parijs heeft als stad nu de doelstelling opgevat dat binnen een aantal jaar elke voorziening waar je naartoe wil, dat die binnen 15 minuten lopen of fietsen bereikbaar moet zijn. Daar hebben we nog helemaal niet over sport, maar stel je voor als we dat weten te creëren, wat dat met bewegen doet in een stad. En hoeveel leefbaarder die wordt en hoeveel schoner die wordt en hoeveel gezondheidswinst we daarmee kunnen gaan boeken. Dus dat wil ik jullie in ieder geval vandaag meegeven. Van buurtsportcoach naar buurtbeweegcoach. Ga breder kijken dan alleen vanuit het sportdomein. Goed, 3 factoren zijn daarbij heel erg belangrijk. 1. Individueel gedrag. Op het moment dat iets gaat veranderen, zien we dat we daar vaak op gaan focussen. Maar wat ik al eerder aangaf, focus op individueel gedrag. Alleen is mensen vragen tegen de stroom in te zwemmen. Dus ga ook kijken naar sociale versterking. Wat bedoel ik daarmee? Kijk binnen de school, binnen je bedrijf, binnen je wijk, binnen je buurt, hoe je gezamenlijk dingen op kunt gaan pakken en op meerdere factoren invloed uit gaat oefenen. Dus motiverende natuurlijk van het gedrag, maar ga ook kijken op een school, wat voor voedingsaanbod bied ik aan? Zijn er voldoende fietsenstallingen? Promoten we, maken we het fietsen naar school makkelijker? Of hebben we juist de scooters die het dikst bij de deur worden geparkeerd? Dus allemaal dingen waar je met elkaar over na kunt denken. We kunnen het heel groot landelijk aanpakken, maar dan maken we het heel erg complex. Maar kijk wat jouw invloed is binnen jouw eigen community, eigenlijk binnen je eigen sociale omgeving. En de laatste, niet onbelangrijk, de fysieke omgeving. Hoe richten we onze omgeving in? En de buurtsportcoaches, maar ook de beleidsmakers hebben wat mij betreft een taak erin om te gaan kijken welke blokkades er zijn die bewegen in de weg staan. Soms is het de kwestie van een paaltje neerzetten, zodat je er niet met de auto door kan, maar wel met de fiets. En je kunt bewegen alweer gaan stimuleren. Het wordt makkelijker om de fiets te pakken. Het wordt sneller om de fiets te pakken. Dus dat zijn hele simpele oplossingen waar ik jullie ook in wil enthousiasmeren om daarover na te denken en te signaleren en ook bespreekbaar te maken. Goed, dat vraagt om domeinoverstijgend denken, en ik heb hem met hoofdletters erin gezet, doen. Denk aan Pippi Langkous, ga beginnen. Ik zie heel veel sportakkoorden en preventieakkoorden. Er wordt heel veel gepraat en heel veel handtekeningen gezet. Durf te beginnen. Als het niet werkt, stop je ermee. En als het wel werkt, ga je het uitbouwen. Dus wees daarin innovatief en durf gewoon dingen te doen. Het is soms makkelijk om vergeving te krijgen dan toestemming. Zeg ik je eerlijk. Zo heb ik ook altijd gewerkt en dan krijg je echt dingen voor elkaar. En zorg ook de samenwerking tussen verschillende domeinen. Kijk naar mobiliteit. Kijk naar sport, maar kijk ook naar stedelijke ontwikkeling en betrek zoveel mogelijk al die partijen. Want dit thema raakt ons allemaal. Het is niet alleen een sportthema, maar het is ook een stadsinrichting thema. Het is een sociaal thema, dus het raakt elkaar allemaal. Het zit ook in het onderwijs. Dus ga domeinoverstijgend denken en signaleer een aantal zaken. Willen we succes boeken? Er zijn een aantal dingen die ik jullie mee wil geven vandaag. Ga van motiveren naar makkelijk maken. Maak jouw aanbod zo makkelijk mogelijk. Bereikbaar, simpel, aansluitend op de behoeften van de mensen in jouw wijk of in jouw school of in jouw bedrijf. Neem de weerstand weg. Ga vooral kijken wat het belemmert mensen om te gaan participeren en probeer met name die rotsblokken uit de weg te ruimen. Dan ga je heel veel succes boeken. En als laatste, zorg dat je de afstand tussen mensen die heel inactief zijn en heel erg actief zijn, probeer die afstand te verkleinen. Als je niet sportminded bent, dan is het thema sport is eng. Ga kijken of dat je 50 tinten grijs ertussen kan zetten van activiteiten die ook die doelgroep aanspreken. Dus dat zou ik je graag mee willen geven. Ja, en dan is het laatste, en dan zijn we eigenlijk weer terug waar het mee begonnen is, Jaap. Laten we met elkaar gaan van motiveren naar zo makkelijk mogelijk maken. En dan kunnen we heel veel met elkaar gaan bereiken.
Dankjewel, René. Inspirerend verhaal. Ik heb toch nog een paar vraagjes aan jou. Graag. Zo makkelijk mogelijk maken. Dat lijkt simpel. We hebben, ik denk, iets van bijna 6000 buurtsportcoaches, cultuurcoaches, combinatiefunctionarissen, tal van mensen die in de wijk en de buurten actief zijn. En toch lukt het ons niet met z'n allen om voldoende te sporten en te bewegen. Meer dan de helft van de jongeren beweegt onvoldoende. De WHO kwam met een nieuw cijfer dat 4 op de 5 van de jongvolwassenen, vooral tussen 12 en 15, waar zie je het straks iets over gaat vertellen, die beweegt veel te weinig. Ja. En 2 miljoen mensen zijn minder gaan sporten en bewegen in de afgelopen coronatijd, in die periode waar we nu in zitten. Dat vergt nogal wat. Kunnen wij met zulke simpele oplossingen het tij keren? Ja, ik ben er echt van overtuigd, want het gaat om het repeteren van kleine veranderingen. Hè? Dus met kleine stappen naar grote doelen. We denken vaak heel erg groot, hè? Dan willen we een groot plan op gaan tuigen. Dan duurt het vaak jaren voordat we dat soms wetmatig door de overheid akkoord hebben gevonden. Maar het gaat er juist om wat je zelf kunt doen. Hoeveel buurtsportcoaches zijn er, Jaap? Nou, bijna 6000, hè? Als elke buurtsportcoach elke dag 1 kleine verandering door gaat voeren. Bedenk dan eens wat we na 365 dagen met elkaar gerealiseerd kunnen hebben. Dat is echt gigantisch. Hè? Ik woon zelf nu in Oosterhout. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen gaan bewegen. Nou, ze gaan nu, de twee oudsten zijn aan de middelbare school. Die gaan lekker fietsen. Wat gebeurt er? Terwijl ik dat aan het stimuleren ben, komt er een deelscootersysteem in de stad, waarbij jongeren een elektrisch scootertje kunnen gaan huren. Dat is heel erg populair, hè? Super populair. En ineens zie je al die jongeren, die hebben nu een scootertje. Ja, daarmee halen we, en dat is eigenlijk de strijd die we aan het voeren zijn. Je hebt aan de ene kant met die technologische ontwikkelingen te maken, die het bewegen uit het dagelijks leven haalt. En dan moeten wij ervoor zorgen dat jongeren weer gaan bewegen. Nou, dan gaat het er echt om dat we in kleine, simpele oplossingen gaan denken. Want we kunnen moeilijk die scooters gaan verbieden. Dat gaat niet werken. Dus dat gaat er juist om, kijk naar wat er wel mogelijk is. Durf daar lef in te hebben en ga het gewoon doen. Want we hebben een fantastisch leger met 6000 sportievelingen. En daar kunnen we gewoon heel veel mee bereiken. Mooi dat je dat zegt, leger, hè? En een leger die zorgt ervoor dat hij doorgaat. En die is vasthoudend en genieten van elk klein succesje en doorgaan. En ik denk een goede moraal ook. Dat is heel erg belangrijk. Maar daar ben ik niet bang voor bij al die buurtsportcoaches. Want dat zijn echt mensen uit mijn hart die weten ook de groepen te bereiken. Maar ik toch nog één ander puntje, René. Ja. Je hebt er al iets over gezegd. Die fysieke omgeving, hè? Het mogelijk maken, zorgen dat drempels verkleind worden, dat ik makkelijk ook toegang heb tot allerlei sportveldjes en dat het bewegen eigenlijk heel makkelijk wordt voor mij, omdat die fysieke omgeving zo is ingericht. Wat kan ik als buurtsportcoach daar nou aan doen? Want dat is een kwestie van ruimtelijke ordening, daar gaan ambtenaren over. Ja. Wat kan ik daar nou aan doen als buurtsportcoach? Nou, ik denk dat de belangrijkste taak van de buurtsportcoach is, jullie zijn de ogen in de wijk. Jullie zien dingen, jullie signaleren dingen die vaak beleidsmakers niet zien, omdat ze weliswaar misschien af en toe in de wijk zijn, maar niet continu. De buurtsportcoaches zijn continu in de wijk. Signaleer en durf het continu bespreekbaar te maken. Zorg dat je een aanspreekpunt hebt op het gemeentehuis, in de wijk. En elke keer als je iets constateert, meld het. Ga het gesprek aan, maar durf ook af en toe een beetje te pushen van jongens, nu moet er wat gaan gebeuren. Betrek mensen erbij. He, want we hebben dus met die 6000, dat leger van 6000 buurtsportcoaches, ook 6000 paar ogen die overal dingen kunnen gaan signaleren en dingen kunnen aanzwengelen. Dus kijk breder dan alleen je eigen taak die je moet doen en durf het gewoon bespreekbaar te maken. Dat is eigenlijk een belangrijke tip die ik mee zou willen geven. Dat betekent dus eigenlijk ook voor de beleidsmedewerker die over die buurtsportcoaches ook beleid maakt, dat die ook die stap maakt naar andere beleidsterreinen. Exact, exact. En mobiliteit, stedelijke ontwikkeling, sport, onderwijs. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En we zien nog echt een enorme verzuiling vaak in beleid. En het is heel lastig om dat over elkaar of door elkaar heen te verweven. Het heeft ook met budgetten te maken. Dat heeft met financiën te maken. Maar laten we het in godsnaam met elkaar proberen. Want op het moment dat we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, wordt het alleen maar minder. Dus we moeten echt wat gaan doen. Ja. Nog 2 vraagjes, René. Waar woon jij? Oosterhout, bij Breda. Oosterhout, ja. Bij Maden, geloof ik. Hè? Ook, ja. Dat is een dorpje aan de andere kant. Het is iets meer richting Breda. Hebben jullie een sportakkoord? Ze zijn nu met het preventieakkoord bezig. En daarmee willen ze het sportakkoord en het preventieakkoord met elkaar gaan combineren. Ah, dan heb je geluk. Want dan proberen ze dat al aan elkaar te verbinden.
Want je weet, hè, dat is niet helemaal synchroon gelopen. Ik noem dat zelf een beetje een weeffoutje van het ministerie. Maar gelukkig, bij jullie gaat het dus de goede kant op. Wat zou dat kunnen betekenen ook voor het werk van de buurtsportcoaches in Oosterhout? Ja, dat is een vraag die ik ook altijd stel aan de beleidsmakers. Ik zie heel veel mooie initiatieven waarbij eigenlijk een aspecifieke doelgroep met elkaar beleid aan het maken is, een handtekening zet onder een document. En dan zeg ik, en wat gaan jullie nou eigenlijk doen? En wat mij beangstigt is dat het dan vaak stil blijft. Ik wil gewoon concrete aanpak. Ik wil een stappenplan. Oké, mooi dat we dit akkoord hebben, maar waar leidt dat toe? Ja. En daar probeer ik wel steeds in te prikkelen en te porren. Ja, je kent me een beetje. Ik ben soms een klein beetje een olifant in de porseleinkast. Kom nou eens een keer door met concrete plannen. Ja. Ik wil weten wat jullie gaan doen. Die handtekening vind ik allemaal jij mooi. Jij wil voelen uit een plan dat het morgen kan gebeuren. Dat de schop in de grond gaat, dat er iets gebeurt. Exact. Ja. Exact. Ja. En dan niet in vage beleidstermen, maar gewoon concreet. Tak, 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 tak. En daar gaan we voor. Dat is ook voor de buurtsportcoach fijn. Die weet wat hij eraan heeft. Niet te vaag houden, maak het zo concreet mogelijk en heb het lef om het ook te benoemen. Het kan ook zijn dat je gaat falen als je het niet redt, maar je weet in ieder geval waar je naar op weg bent. Nou, dan een oproep aan jullie eigenlijk, hè, om richting jullie gemeentes, als ze nog bezig zijn met zo'n preventieakkoord, een leefstijlakkoord of misschien al een sportakkoord. Zorg ervoor dat je die Pippi Langkous bent en zorg dat je plannen krijgt die gewoon morgen uitvoerbaar zijn. Dat er geld, middelen en mensen zijn om dat voor elkaar te krijgen. René, nog een vraagje over, jij bent ondernemer. Jij werkt heel veel in het bedrijfsleven. Werknemers die vitaler, die fitter worden. Hoe kan een buurtsportcoach misschien ook wat meer in de sector van het bedrijfsleven, ondernemers, werk, hoe kan die dat wat meer naar zich toe halen of gebruik van maken of profijt van hebben? Ja, een hele goede vraag, Jaap. We hadden het natuurlijk al over de sociale versterking. Hè? Dan zoek je echt communities op. Nou, een bedrijf is natuurlijk bij uitstek een community waar je op heel veel facetten invloed hebt. Er zijn heel veel werkgevers die worstelen met dit thema. Hè. Nu ook, omdat mensen vaak thuis zitten. Maar ook als mensen weer naar kantoor gaan, worstelen ze met het thema sport en bewegen. En ze weten eigenlijk niet wat ze moeten doen. En wat we in de praktijk zien gebeuren, is dat eigenlijk elk bedrijf is opnieuw het wiel aan het uitvinden. Ze hebben een eigen vitaliteitsteam, een eigen beweegteam. En die gaan dingen doen waarvan wij zeggen, ja, maar we weten al dat het heel succesvol is. Of we weten al dat het gaat mislukken. Dus ga daarin delen. En die buurtsportcoach, als die ook contacten onderhoudt met die bedrijven, kan die dat soort partijen bij elkaar brengen. Want die werknemers die moeten ook in beweging komen. Dat doen ze misschien wel in de wijk. Hè, waarom niet? Ze wonen ook ergens. En dan kan je eigenlijk de verbinding gaan leggen. Waardoor je ook een communicatieplatform hebt in het bedrijf. Want het bedrijf kan heel makkelijk die medewerkers gaan bereiken. Hè, dus je bereik neemt ook nog eens een keer toe. Dus mensen thuis bereiken is moeilijker dan mensen binnen een bedrijf bereiken. En daar heb je misschien één aanspreekpunt en bereik je 300, 400 mensen binnen zo'n organisatie. Dus een hele goede manier om eigenlijk in contact te komen met het bedrijfsleven en via het bedrijfsleven weer met de inwoners en de bewoners van de stad. Dat is mooi. Ik moet alleen denken aan Jacob Vonhoff. Hij is nou voorzitter van MKB Nederland. Ja. Maar hij komt uit Zwolle. Straks zien we Sharon, die komt ook uit Zwolle. En Zwolle is toch waar het gebeurt, hè? De eerste joggemeente ook. En hij had, en hij heeft nog steeds, een schoonmaakbedrijf. En in het schoonmaakbedrijf, daar werken heel veel werknemers. En die werken in al die buurten en wijken, vooral de achterstandswijken. En die hebben ook kinderen. En het ging hem aan zijn hart dat die parken aan het verloederen waren. En dat er weinig sportmogelijkheden en beweegmogelijkheden waren. En hij heeft toen de schouders omgezet om samen met de gemeente, met buurtsportcoaches, maar ook met tal van andere bedrijven, alle krachten bij elkaar te bundelen om te zorgen dat daar weer voetbalveldjes kwamen en zelfs soetoewalls van die digitale voetbalmuren. Ja. Daarmee denk ik ook de kracht van het bedrijfsleven die ook het hart hebben naar hun werknemers. En de werknemers hebben weer kinderen, dat zijn weer toekomstige werknemers. Dus daar zit een enorme power in om het bedrijfsleven te betrekken bij het mooie werk van de buurtsportcoaches. Ja, en, daar zou ik nog aan toe willen voegen, daar is ook vaak budget bij een bedrijf. Wij merken dat er ook vaak een probleem is, hè, de financiën. Ja. Bedrijven zijn echt bereid om te investeren in de gezondheid en beweeggedrag van hun personeel. Dus ook vanuit die kant is het interessant om zeker met het bedrijfsleven te gaan samenwerken. Ja. Dus als je een goed plan hebt en er is te weinig geld, dan kun je gerust aankloppen, zeg jij. Ja, gewoon naar de bedrijfsvereniging gaan in je stad. Daar zitten vaak alle ondernemers bij elkaar. Ga je profileren, ga je presenteren en je komt zomaar bij 5, 6 bedrijven binnen. Mooi. Jij hebt zelf als bedrijf ook een prijs gewonnen of? Je gaat misschien nog een prijs winnen. Ja, het gaat een beetje door. Ja, we hebben de Make the Next Move Award gewonnen van Alles is Gezondheid. Het preventieinitiatief vanuit de Rijksoverheid. Dus dat was al heel erg mooi. We hebben een mooie Society Impact Scan meegewonnen. Dus we gaan kijken ook wat de impact is van de oplossing die wij bieden, de Fitcoin.
En daarnaast zijn we nu genomineerd voor de Kamer van Koophandel Innovatie Top 100. Zijn we finalist, maar dat weten we pas 21 januari. Kijk. Dus je kunt nog stemmen op de publieksprijs trouwens. Zoek ons even op. Kijk, oké, toch nog even reclame maken. Maar ik denk dat er ook nog kan worden gestemd op de buurtschapskoos van het jaar. Dat tot 11 ook, uur dat kunnen ook. We dat doen. René, we gaan afsluiten. Ja. Heb jij nog een laatste tip of een uitsmijter waarvan je zegt tegen alle mensen die kijken, de buurtschapscoaches, de beleidsmedewerkers, de cultuurcoaches, heb jij nog een laatste tip? Wees Pippi Lankhuis. Nou, mooi kunnen we niet zeggen. Daar hebben we het al over gehad. En als je niet weet wie dat was, ga dan maar eens een uitzending ja. bekijken. Dat was een top serie met een top wijf die echt heel veel voor elkaar heeft gebokst. Durf en lef. Durf en lef, mooi. René, ik wil je ontzettend bedanken. Veel succes en zorg dat Oosterhout en Made ook in beweging komen. Gaan we zeker doen, dankjewel. Ja. En succes vandaag. Ja, dankjewel. Goed mensen, ik zei het al, tot 11 uur kun je stemmen op de buurtsportcoach van het jaar, de stimuleringsprijs die we elk jaar uitreiken. We hebben straks na het ochtendgedeelte, na de deelsessie, hebben we nog een gesprek met de winnaar van vorig jaar, Sophie Penkok. Het is ook leuk om te weten hoe zij het heeft gehad. Maar we gaan straks ook in gesprek met de drie kandidaten. De drie genomineerden waar vandaag straks bij de minister om 11:30 de winnaar bekend wordt gemaakt. En eigenlijk, het is een spelletje natuurlijk. En jullie kunnen allemaal stemmen. En jullie stemmen op diegene waarvan jullie zeggen, ja, die moet het dit jaar winnen. Maar eigenlijk, jullie zijn allemaal kanjers. En deze drie speciaal, die zijn ook echt kanjers. Als je ziet wat ze allemaal doen. We gaan straks nog eens een keer de filmpjes bekijken. Waar hebben we nou op gelet? We hebben vooral ook gelet op, zijn zij het voorbeeld voor ons allemaal? En voor alle mensen die nog buurtsportcoach willen worden of gaan worden, en cultuurcoach en combinatiefunctionaris of beleidsmedewerkers. Kortom, zijn zij het lichtende voorbeeld? Hebben zij praktisch ook gezien de guts en dat lef van Pippi Lankhuis? Dat gaan we hebben ook bekeken, dus daar wil ik dat jullie daar ook naar kijken. En we kijken ook even hoe innoverend zijn ze bezig geweest, juist ook in deze coronatijd. Het was niet makkelijk. We hebben allemaal eens even op die bank gezeten. En we hebben allemaal gedacht, wat nu? En zeker met sport en bewegen, waar dat fysieke contact vaak aan de orde is en je dat eigenlijk niet meer te veel zou mogen. Wat kun je dan nog? Nou, ik weet in elk geval zeker dat deze drie mensen die genomineerd zijn, ze niet bij de pakken gingen neerzetten. En enorm creatief zijn geweest om juist in deze tijd mensen te bereiken, kinderen te bereiken, ook ouderen. Jullie werken voor alle doelgroepen in de samenleving. En wat ik het mooist vind, is dat ook mensen die bijvoorbeeld wat meer eenzaam zijn of onvoldoende in beweging komen, soms letterlijk, en dat zul je straks ook van Wilma horen, van de straat worden geplukt om mee te doen met bewegen en sporten, omdat het zoveel meer geeft dan alleen die fysieke winst. Kortom, we gaan eens luisteren naar de drie kandidaten. Ik denk dat de eerste al klaar staat. Ik kijk even in mijn ooghoek en ik kan jullie verklappen dat de eerste is Sharon de Witte. Zij is uit Zwolle, Sportservice Zwolle. Ik heb daar ook ooit gewerkt in de sport en ik vind het een fantastische stad. Maar wat Sharon daar precies allemaal gedaan heeft, dat gaan wij nu eerst zien door het filmpje te bekijken. En dan zullen we Sharon nog een aantal vragen stellen. Dus ik zou zeggen, start het filmpje in en we kijken naar Sharon de Witte uit Zwolle. Ik geef veel lessen bewegingsonderwijs, dat doe ik op twee verschillende scholen. Maar naast dat ik bewegingsonderwijs geef op de scholen, doen we ook andere dingen. Bijvoorbeeld de ene school heeft heel veel vraag naar bewegend leren, dan ga ik daarmee bezig op de school. De andere vraag heeft behoefte aan extra gym, voor de kinderen die motorisch wat achterstand hebben, dan ga ik daarmee aan de slag. En naast het bewegingsonderwijs ben ik ook veel bezig met seniorensport en het project bewegend leren aan zich. Eigenlijk probeer ik bij alles wat ik doe, dus bijvoorbeeld het lesgeven van een school op een school, dat ik dan ook verenigingen erbij probeer te betrekken. Of de andere partners in de wijk, als bijvoorbeeld het sociaal wijkteam of de jongerenwerkers. Dus zo proberen we eigenlijk bij alle dingen die we doen andere partners bij te betrekken. Het is altijd leuk, want je doet altijd drie spellen en dan zit er sowieso wel eentje bij die je echt leuk vindt. En dan heb je bijvoorbeeld drie lessen achter elkaar, iets wat met elkaar te maken heeft. Zoals eerste keer proberen over te passen, daarna estafette dribbelen en dan heb je als eindspel een soort van basketbal. Vooral in tijden van corona was ze heel creatief, innovatief. Ze heeft heel veel nieuwe initiatieven ontwikkeld, uitgevoerd en op die manier brengt ze eigenlijk heel Zwolle in beweging en houdt ze Zwolle in beweging.
Ik denk voornamelijk omdat ze de groep 8 van vorig jaar echt nog een onvergetelijke ervaring heeft gegeven. Waar kampen en dergelijke allemaal af werden gezegd, schoolvoetbal niet doorging. Dat ze op deze manier toch nog een onvergetelijke sportevenement hebben gehad op school. Ik zat thuis op de bank en ik dacht na over alle groepen 8 die geen kamp hadden, die geen schoolvoetbaltoernooi hadden. Daarom zijn we op expeditie groep 8 gekomen. En dan heb ik samen met de collega's heb ik eigenlijk een mailtje gestuurd van goh, dit is het idee, vinden jullie het leuk? Nou, iedereen vond het fantastisch eigenlijk, dus toen hebben we met iedereen heeft gebrainstormd en hebben we allemaal samen proeven gemaakt van, met alle ideeën van iedereen samen. Zo zijn we tot het project gekomen. Ik vind de variatie echt heel leuk. Dus de ene dag sta ik hier de hele dag in de zaal, ben ik met kinderen bezig. En de andere dag ben ik met senioren aan de slag. Weer een andere dag zit ik op kantoor en ben ik heel veel aan het sparren met collega's. Dus doordat elke dag anders is en doordat elke week ook anders is, blijf ik heel enthousiast en haal ik heel veel passie uit mijn werk. Ik denk dat ik met mijn enthousiasme, dat ik daar heel veel andere collega's mee kan enthousiasmeren. Mee kan nemen in projecten die ik al heb gedaan. Door telkens de verbindingen te leggen met andere partners, dat we dan uiteindelijk een heel groot bereik krijgen om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. En met plezier in beweging te krijgen. Welkom hier in de studio. Fantastisch om jou in levende lijven te zien. En ik merk het al aan je. Jij bent echt die enthousiaste buurtsportcoach waar ik ook graag aan alle activiteiten mee zou doen. Ja, leuk. Maar ik hoor ook dat jij zei van ik zit ook wel eens op de bank. Ja, liever niet natuurlijk. Maar met name die eerste week van corona, toen heb ik wel veel op de bank gezeten. En toen eerst dacht ik, oké, lekker. Toch een beetje thuis. Ik had net een nieuw huis, kon ik nog een beetje bezig in huis. Maar in de loop van de week, toen werd ik de bank eigenlijk ook wel weer een beetje zat. Als je een Netflix-serie gekeken hebt, dan ben ik er eigenlijk al wel weer klaar mee. Dus liefst zo min mogelijk. Kijk, en jij bent van die bank afgekomen. Je hebt ook heel veel andere kinderen en ouderen van die bank gekregen. En jij bent ook bezig met bewegend leren. Kun je daar iets over zeggen wat dat voor jou betekent en hoe jij dat doet? Ja, dat is een aantal jaren geleden ben ik daar samen met een collega mee begonnen. En wat we eigenlijk proberen te doen is cognitieve taken binnen het onderwijs te koppelen aan het bewegend ook iets aanleren. En doordat je dat samen gaat doen, is het voor kinderen weer interessant om bijvoorbeeld te automatiseren van rekenen, om dat op een andere manier te gaan doen. Voor groepsleerkrachten is het leuk om het een keer op een andere manier aan te bieden. En dan breng je de kinderen toch ook nog weer een extra moment in beweging. En hoe we dat eigenlijk doen, is dat we samen met de groepsleerkracht gaan we kijken, oké, wat wil jij ze gaan aanleren? Wat wil ik ze gaan aanleren? Bijvoorbeeld iets met sprinten of iets met springen. En dan proberen we samen met z'n tweeën een activiteit te bedenken waarin het doel van de groepsleerkracht wordt bereikt, maar ook het doel van het bewegen. Dus zo proberen we dat samen duidelijk te doen. Ja. Heel duidelijk. Ja, mooi. Mooi ook dat je dat zo weet te bereiken ook bij die groep. Ja. Bij die het staat in de kinderschoenen, maar het wordt steeds groter. Dus dat is ook wel echt een heel tof project, zeker. Ja. Hey, mensen moeten straks gaan kiezen. Wat is nou jouw allerbelangrijkste, wij zeggen wel eens USP, hè, unique selling point. Ja. Je belangrijkste eigenschap waarvoor jij denkt, dat breng ik mee. Ik denk dat ik sowieso heel veel weet te bereiken met mijn enthousiasme en met mijn passie voor sport. Want ik vind mijn baan echt fantastisch en ik doe er echt alles voor. Omdat ik het ook gewoon heel leuk vind. Dus ik denk dat ik het uitstraal en dat ik dan mensen weet mee te krijgen. Zowel collega's als deelnemers. Maar wat ik ook altijd probeer bij elke doelgroep, eigenlijk bij senioren of kinderen, door het gesprek aan te gaan. Dus door een band te creëren. Goed te luisteren van, oké, maar wat willen jullie nou eigenlijk? Waar ligt jullie vraag? En dan te kijken van, oké, maar waar ligt dan mijn doel en waar kunnen we elkaar tegemoet komen, zodat je draagvlak creëert. Dus zodat het voor de deelnemers ook belangrijk is van maar ik heb hier zelf ook aan meegedacht, dus blijf ik het langer doen. Ja, dus contact is het allerbelangrijkste. Eigenlijk wel, ja. Ja, daar gaat het om. Dat is een rode draad door jullie werk en door jouw werk. Sowieso, en ik denk dat heel veel andere buurtsportcoaches dat ook zullen herkennen. Ja. Hey, we gaan straks nog verder naar je luisteren in die deelsessie. Ja. Maar wat is jouw tip nou aan alle kijkers hier, 200... buurtsportcoaches en cultuurcoaches en beleidsmedewerkers? Ik denk, wat ik net eigenlijk al zei, dus blijf contact maken met je deelnemers, met je collega's, met je doelgroep. En denk niet van, ik weet het wel, van ik denk dat dit leuk is, dus ik ga dit doen. Maar check het altijd bij je doelgroep of bij je collega's. Ga in gesprek en luister ook vooral heel goed. En volgens mij word je daar alleen maar beter van, want iedereen weet wel iets weer. Super. Mooi, Sharon. Nou, hier laten we het bij. Helemaal goed. Wie weet, word jij het. Weet. We weten het. Eén van de drie. We zullen zien. Ja, maar veel succes, sowieso. Ja, dank je wel. We zien jou straks nog in de deelsessie. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Oké. Beste mensen, dan gaan we kijken naar de volgende. Sirjit Meijer. Sirjit
Shared hebben wij genomineerd omdat Shared momenteel op 3 scholen actief is. En hij doet daar topscore fit. En dan heeft hij het VO verbeter traject, zo noemen wij dat. En topscore fit is voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar die meer stimulering en motivatie voor het verkrijgen van een actievere leefstijl kunnen gebruiken. Gabrielle, kom maar. Wie? Jij bent niet hier? Okay. Ik ben van het begin tot het eind betrokken in een opzet van het topscore fit project op de middelbare scholen. In tactisch opzicht denk ik mee welke scholen we kunnen doen, bijvoorbeeld hoe lang we zoiets kunnen doen. Zodra het traject op school gaat starten, heb ik contact met de directie, de zorgcoördinatoren en de gymsectie. Gezamenlijk selecteren wij de leerlingen en voeren we kennismakinggesprekken om te kijken of er een klik is. Vervolgens gaat het traject van start en vullen we samen met de leerlingen het traject in. Dit houdt in dat we de lessen samen proberen in te vullen. Daardoor krijgen de leerlingen betrokkenheid en eigenaarschap over de activiteit. Hij kan heel goed levelen met jongeren tussen de 12 en 15. En de enthousiaste jongeren, de minder enthousiaste jongeren. En hij krijgt ze gewoon mee. Tijdens corona en zeker tijdens de sluiting van de scholen was het belangrijk om contact te houden met deze doelgroep. Dit heb ik gedaan door WhatsApp-groepen op te starten, sportchallenges te maken. De challengefilms waren specifieke beweegfilmpjes voor deze doelgroep. Er waren natuurlijk al veel filmpjes, maar die waren niet zozeer geschikt voor deze doelgroep. Ik heb ze geprobeerd te maken met minimale attributen op zo'n laagdrempelige manier en op verschillende niveaus. Ook heb ik hierbij verbinding gezocht met de familie. Ik daagde bijvoorbeeld de ouders en de kinderen uit om samen boodschappen te doen en dan gezamenlijk een gezonde maaltijd te gaan koken. Ik heb hem ook wel zien staan bij een school dat die kinderen die aan het weglopen waren en dachten van ik ga niet meedoen, ik deze keer sla ik over. En dat hij er dan gewoon achteraan rent en ze gewoon terughaalt en ze uiteindelijk nog met een lach kan laten zitten en meedoen. Dus vol respect daarvoor. In de afgelopen jaren zien we eigenlijk dat de kansgelijkheid onder jongeren steeds verder afneemt. Om ervoor te zorgen dat iedere kind op een laagdrempelige manier toegang blijft krijgen tot sport, bewegen en gezondheid, denk ik dat de rol van buurtsportcoach steeds belangrijker wordt. Ja, Sergio, welkom hier in de studio. Fijn dat je er bent. En ik word erg enthousiast van jouw filmpje. Je hebt het zelfs over kansenongelijkheid en je hebt het over eigenaarschap ook bij de jeugd. En toch werk jij met de meest moeilijke doelgroep. 12 tot 15, ze bewegen het allerminst. Hoe krijg jij ze nou echt betrokken? Wat is jouw manier waarop jij die moeilijke doelgroep nou weet te stimuleren? Ik denk dat ik echt communicatie en verbinding zeg maar leggen. Dus vooral de communicatie met de leerlingen. En ze proberen te triggeren op een bepaalde manier dat ze voor zichzelf gaan bewegen. En de verbinding tussen allerlei instanties om te zorgen dat de kinderen uiteindelijk op de juiste manier terechtkomen. Dus niet alleen ik doe het, maar wie doet het met de school, wie doet het met de instantie zoals ik net zei, om te proberen te zorgen dat die kinderen uiteindelijk vanuit zichzelf later ook naar een sportvereniging kunnen gaan en daar verder gaan uiteindelijk met de sport. Dus je hebt meerdere facetten nodig om het zo goed mogelijk te doen. Ja, en wat heb jij daarvoor nodig? Wat neem jij daarvoor mee? Wat is jouw belangrijkste eigenschap waarin jij dat kan realiseren? Ja, toch denk ik wel de communicatie tussen alle tussen allerlei trajecten en verenigingen en directie van scholen. Om te zorgen dat zo'n school daarin meegaat, dat de kinderen in meegaan. Dat ik probeer met de kinderen samen een programma te maken wat zij op maat voor hun, waardoor zij bewegen leuker gaan vinden. En eigenlijk op hun manier toch het ontzettend naar hun zin gaan hebben. Ja, en toch zullen er ook nog altijd van die kinderen zijn die zeggen, nou liever niet, ga wat anders doen, ga lekker hangen. Ja, zeker. Wat zeg je tegen hun? Ja, die kinderen hebben we ook. En daarvoor probeer ik eigenlijk een sportspreekuur te ontwikkelen. En die hebben we eigenlijk al. Dus we proberen eigenlijk op de school een tijdstip te vinden, 1 keer in de week, waarbij kinderen naar mij toe komen. Die worden aangedragen door mentoren of door anderen, door de lichamelijke opvoedsectie. Waarbij we in gesprek gaan om te kijken of we die kinderen een proefles kunnen geven op een vereniging. Zodat ze toch in beweging blijven en eigenlijk bezig blijven op die manier. Wat leuk, het sportspreekuur, of misschien moeten we wel zeggen beweegspreekuur, hè? Ja. Als we René mogen geloven. Maar mooi, dat kijken of dat werkt, of dat misschien ook landelijk kan worden ingevoerd. Wie weet kunnen we het straks aan de minister nog even vragen. Ja, heel goed. Wat is jouw tip aan alle mensen die kijken, alle buurtsportcoaches van Nederland? Mijn tip is vooral, denk ik, blijf vooral dicht bij jezelf. Dus probeer uit te vinden wat je leuk vindt. Je hebt allerlei verschillende facetten in het buurtsportcoach. Je hebt de primair onderwijs, voortgezet onderwijs, aangepaste sporten. Probeer uit te zoeken waar je echt goed in bent. En als je dat hebt gevonden, dan denk ik dat je je passie echt goed op die doelgroep ook kan overbrengen.
Waardoor het kind in de kracht komt te staan, jij staat in de kracht. En uiteindelijk krijg je dan een win-win situatie in dit geval. Mooi. Kracht en passie. Nou, ik zie het jou doen, Sajid. Zeker. En wie weet neem jij die prijs in ontvangst vandaag. Misschien ook niet, maar jouw werk is onvergetelijk. Dus fantastisch. Dank je wel. Dank je wel. We zien jou terug nog in de deelsessie. En wie weet, later in de ochtend nog. Dank je wel. Oké. Goed, dat was Sajid Meijer uit Amsterdam. En we gaan gauw naar het filmpje van de laatste kandidaat, Wilma Rijmakers, ook van Team Sportservice Amsterdam en dan Amsterdam-West. Mijn belangrijkste functie is voor Team Sportservice Amsterdam verbindingen te leggen hier in Stadsel-West. Wat ik probeer is om door middel van sport- en spelactiviteiten, dan voornamelijk mijn eigen vakgebied judo, kinderen aan het bewegen te krijgen. Ik probeer op pleinen en buurthuizen andere mensen te vinden die inactief zijn, om ze te stimuleren om te gaan sporten. De belangrijkste zijn de gemeente Amsterdam, Stadsdeel West. Zij zijn degene die mij via Team Sportservice inhuren. Wat ik zo mooi vind aan Wilma is dat dit is zeg maar een beetje het prototype buurtsportcoach wat het is geweest altijd. Dat je les gaf, dat je kinderen motiveerde voor een bepaalde sport. En dat je vervolgens doorleidde naar de sportaanbieders toe. En het mooie van Wilma is dat zij veel meer doet dan dit. Wilma die geeft fantastisch les, maar Wilma zoekt buiten ook naar kansen en mogelijkheden. Dus Wilma is echt een verbinder binnen de wijk. En op die manier zorgt zij voor een hartstikke groot bereik. En in ons geval zijn we er hartstikke blij mee, omdat wij denken dat we dan op de juiste mensen aan het bewegen krijgen. Dat begon eigenlijk met een zware blessure. Wat ik heb gedaan is, zodra ik weer op de fiets kon, door de wijk heen te fietsen, langs pleintjes te gaan, langs scholen te gaan, kijken waar er hulp nodig was bij de judo-aanbieders hier in de wijk. Nou, ik vind dat zij dus heel veel initiatief toont. Zij is niet alleen een buurtsportcoach judo, maar zij probeert breder te denken dan dat. Wat ik zeg, een voedselbank heeft in eerste instantie niet heel veel met judo te maken. Maar zij ziet daar in wel kansen om, om daar bepaalde mensen een setje in de goede richting te geven. Ik hoop dat mijn rol hetzelfde zal blijven als 5 jaar terug, omdat ik heel veel vrijheid heb van het stadsdeel. Ik mag een hoop dingen zelf uitzoeken en doen. Ik kan met ideeën komen, met de kansen die ik zie, kan ik aandragen. Dus ik hoop dat de buurtsportcoaches hetzelfde mogen doen als ik. Wilma, welkom. Goedemorgen, hier in de studio. Ontzettend leuk om te horen. En judo, wat is dat toch een mooie sport. Is dat een van de mooiste sporten die er is? Ja, dat idee heb ik ook. Dat idee de basis van heel veel sporten ook. Basis, klopt. Ja. Judo en gymnastiek, dat zijn de basis van heel veel sporten. Maar even nog, want ik wil een beetje een beeld krijgen. Jij zegt, ik heb toen een blessure gehad, toen ben ik op die fiets gaan rijden, toen zag ik een hoop jongeren op die pleintjes en in die buurten. En die betrek ik gewoon bij sporten en bewegen. En dan denk ik, hoe dan? Want die hangen daar gewoon en wat doe je dan? Wat we hebben, of wat het Stadsdeel West heeft een sportafdeling, dat heet West Beweegt. West Beweegt, die heeft een heel groot programma, die is ingedeeld in de seizoenen, zeg maar, in de drie fases, drie periodes die we hebben in Amsterdam. En daarmee kunnen ze voetballen, ze kunnen archery attack, van alles en nog wat. Sport- en spelactiviteit, buiten op pleinen, maar ook in gymzalen of in sporthallen die er vrij zijn. Dus wat je doet is gewoon mensen benaderen die op pleinen zijn, ouders benaderen om te vragen of ze kinderen in de leeftijdsgroep hebben die we willen hebben. En ze op weg helpen naar de activiteiten die er geregeld worden binnen het stadsdeel. De meeste activiteiten kunnen ze gewoon op aanlopen. Okay. En, Wilma, en waarom lukt jou dat? Wat is jouw belangrijkste eigenschap die je meeneemt? Ten eerste ben ik al 5 jaar actief in de wijk. Dus ik denk dat heel veel mensen me toch al kennen. Ja. Ik loop veel mee met West Beweegt. Met de mensen dus van het stadsdeel zelf. En ik denk dat ik gewoon op mensen af kan stappen en een gesprek met ze aangaan. Je bent ook een coach, hè? Je hebt gewoon lef. Ik durf je stapt wel. Erop af. Ja, ik durf wel een hoop dingen, ja. Ja, dat is een mooie kracht van jou. En wat was nou de allerleukste activiteit die jij georganiseerd hebt de afgelopen coronaperiode? Oh, dat is te veel. We zijn weer begonnen met de voorschool, met kinderen van 2 tot 4 jaar. Helaas kunnen nu, normaal gesproken doen we de ouders erbij.
Dus ik wil dus dat kinderen motorisch zich ontwikkelen. In de leeftijd van 2 tot 4 zien we gewoon dat heel veel kinderen niet goed kunnen hinkelen, niet goed kunnen klimmen, niet kunnen vallen. Dus we doen een soort van nijntje judo. Ja. Dus dat is het gymdiploma. Combineer ik met judo, stoei en spelvormen. Daar zijn we weer mee begonnen op een school. Dus nu even zonder ouders, omdat het corona is natuurlijk. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Maar je bent elke dag bezig volgens mij. Elke dag creatief. Ja. Probeer zo leuk mogelijk en zoveel mogelijk spel- en sportactiviteiten te doen. Heb je nog een tip voor de mensen, Wilma? Wees jezelf. Kijk. Doe je ding. En zorg dat een pupil of een leerling in welke leeftijdscategorie ook altijd of over een tijdje nagedenken van dat was een leuke buurtsportcoach, daar heb ik wat van geleerd. Mooi. Dit is een mooie afsluiter. Dank je wel, Wilma. Dankjewel. Wie weet, gaan ze op jou stemmen. We zullen het zien. Het zien. En straks in de deelsessie nog. Succes en sowieso met je werk. Dank je wel, Wilma. Goed, wij gaan richting de deelsessies. Nog even wat mededelingen aan het programma, zodat jullie even een beeld hebben van dat spoorboekje. Je kunt nog tot 11 uur stemmen, dat heb ik gezegd, op Wij Buursportcoaches. Lukt ook via de app wel. Je kunt dan nog je stem uitbrengen op een van de 3 kandidaten en om 11 uur, dan stoppen we ermee. 11:30 maken wij het bekend en zal de minister de prijs uitreiken. Dan nog even social media. Dit is het programma voor vanmiddag. We hebben verschillende deelsessies. We beginnen straks met corona krijgt er ons niet onder met de 3 buurtsportscoaches. En vanuit het LKCA cultuur zet in beweging, ook met betrekking tot de cultuurcoaches. Vanmiddag hebben we nog allerlei andere deelsessies, zeer interessant. Dus ik zou zeggen, blijf bij ons, maar vergeet natuurlijk ook niet te bewegen. En vergeet ook niet via social media dit in de picture te krijgen. En wellicht kunnen we dat ook nog even laten zien, welke social media we allemaal kunnen inzetten. Ja, daar komt hij. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Het kan allemaal. Dus ik zou zeggen, maak dit bekend en zorg dat dit gaat leven. Want we zijn met een enorm belangrijk onderwerp bezig. En we hopen dat we straks de kandidaat kunnen presenteren. Jullie kunnen even met pauze een kopje koffie of even naar buiten. Dat is misschien nog beter dan een bakje koffie. 10:30 kunnen jullie via dat plein, via dat platform, kunnen jullie inloggen op de sessie van je keuze. En we zien elkaar tegen 11:30 weer terug als we de prijs bekend gaan maken. Tot straks. Ja, welkom terug allemaal bij het moment supreme waarin we straks de winnaar bekendmaken van de buurtsportcoach van het jaar 2020. En niet meer of minder dan minister Tamara van Ark gaat die prijs straks uitreiken. Ik hoop dat jullie goede deelsessies hebben gehad. Ik heb al heel wat voorbeelden gehoord en er is eigenlijk al een wens om al die voorbeelden eens wat beter te delen met elkaar. Want die prachtige voorbeelden uit Drenthe, Amsterdam en Tsjechië-Kadeel zijn echt de moeite waard. Wij gaan eerst eens even in contact komen met Sophie Pankok. Sophie, ben je daar? Kijk, zie je mij, ja, Sophie? Hallo? Ja. Ja, je bent goed en luid, duidelijk hoorbaar. En ik zie je ook. En de meeste mensen zullen vragen, wie is Sophie? Nou ja, je bent natuurlijk een buurtsportcoach, maar niet zomaar eentje. Jij hebt vorige keer de prijs 2019 buurtsportcoach van het jaar heb jij in de wacht gesleept. Fantastisch natuurlijk dat jij dat gedaan hebt. Wat ging er door je heen toen jij dat te horen kreeg vorig jaar? Nou, het was een enorme eer dat ik daarvoor genomineerd was. Toen het mij verteld werd, toen was ik helemaal flabbergasted dat ik daarbij mocht zitten. En dat ik het uiteindelijk gewonnen heb, dat was wel echt heel gaaf om mee te maken. Ja, en weet jij eigenlijk ook nog, kun jij je nog herinneren waarom jij gewonnen hebt? Nou, waarom ik gewonnen heb, is omdat wij gewoon vanuit JIP hebben wij, denk ik, gewoon heel veel mensen bereikt die wilden stemmen op ons of op mij als wielsportcoach. Ja, maar waarbij ben jij in Helmond zo goed in, denk je? Wat is jouw USP, jouw unique selling point? Ik denk gewoon het contact met de doelgroep en altijd een beetje een gezellige sfeer in de lessen. Humor vind ik altijd wel leuk om een beetje toe te passen bij de lessen. En zo een beetje bekend te staan en weten dat mensen bij je terecht kunnen als ze willen sporten, zodat je ze door kan sturen. En daar zo gastvrij mogelijk in zijn. Ja, dus contact, humor, gastvrij, dat is de kunst eigenlijk. Ja. Hoe ben jij deze coronatijd doorgekomen? Heb jij stilgestaan of ben jij gewoon doorgegaan? En wat is daarin jouw tip?
Nee, wij zijn eigenlijk vrij snel toen de coronatijd begon, hebben wij alternatieve activiteiten opgestart. Zo zijn wij live gegaan op Facebook op bepaalde tijden dat we normaal ook lessen hadden. Wij zijn ook op YouTube live lessen gaan geven. Hier in Helmond hebben wij een Omroep Helmond tv-zender en daar hebben we ook lessen op uitgezonden. En wij hebben beweegboekjes gemaakt. We hebben lesgegeven vanaf de straat, waarbij ouderen vanaf hun balkon of hun tuintje zelf mee konden doen. Zo hebben we allerlei alternatieven bedacht, dat eigenlijk al vrij snel, denk ik na 2 weken, al allemaal voor een groot deel opgestart was. Dus. Allemachtig, Sophie. Wat een geweldige variëteit aan, zowel online en offline, dus ook fysiek nog steeds. En dan toch die mensen weten te bereiken van jong tot oud. Ik word nu al enthousiast. En ik begrijp nu waarom jij die prijs vorig jaar in de wacht hebt gesleept. Fantastisch, Sophie. Nou, dankjewel. Heel erg fijn dat je even bij ons wilde komen. Dan kunnen de anderen vast zien van, goh, wie wordt dat straks, hè, voor 2020. Ja. Maar ik wens jou in Helmond ontzettend veel succes. En nogmaals, dankjewel. Dan gaan wij zo meteen naar de minister toe. Dag. Ja, dankjewel. Veel succes. Ja. Nou, ondertussen is mevrouw minister Tamara van Ark aangeschoven hier in de studio. We zijn ontzettend blij en ook wel een beetje trots, Tamara, dat u hier aanwezig bent om straks ook de prijs uit te reiken. Maar u zult begrijpen, we hebben ook nog wat vragen nu. U bent vrij nieuw in de wereld van medische zorg en sport. U heeft er natuurlijk wel mee te maken gehad. Maar nu echt minister van medische zorg en sport. Kent u de sportwereld een beetje? Ja, en ik ben ook wel wethouder geweest sport. Dus ik wou toch even zeggen, ook wat Sophie net vertelde. Dat vind ik wat het leukste is natuurlijk aan sport. En aan mensen die met sport bezig zijn. De creativiteit. Kijken wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. En een compliment aan Sophie en haar team voor wat ze allemaal gedaan hebben. Juist ook in die coronatijd. Vind ik echt heel bijzonder. Ja, en misschien nog een flauw vraagje, hoor. Maar er is een sportuurtje van het kabinet, hè? Ja, is dat er nog steeds? Dat is er nog steeds. Doe je daar wel eens aan mee? Nee, daar doe ik niet aan mee. Want het is vrijdagmorgen om 19:30 geloof ik. Maar ja, dat is heel vroeg. Dat is heel vroeg. Maar wat ik wel doe, is ik probeer elke dag te beginnen met een stevige wandeling. Want dat bewegen helpt gewoon. De rest van de dag is toch vaak zitten. Maar ja, we moeten allemaal toch zorgen dat we ook vitaal blijven. Juist ook in die strijd tegen corona. Maar ook omdat het een lekker begin van de dag is. Dus voor mij is dat wandelen. Goeie tip. Goeie tip. Doe ik ook. Elke morgen even voor het begin. Ja. Even naar buiten. Ja. Ja. Er zitten in Nederland ergens bijna 6000 buurtsportcoaches, cultuurcoaches, combinatiefunctionarissen. Die zijn elke dag bezig, zowel offline als online. Welk belang hecht u eigenlijk aan het werk van deze bijzondere mensen die elke dag maar weer klaarstaan om Nederland aan het sporten en bewegen te krijgen? Ja, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is, zo niet onmisbaar. Als je kijkt naar het belang van sport, maar ook het plezier wat mensen erin hebben. En dat het toch niet voor iedereen normaal is om dat vanuit jezelf te doen. En als je dan mensen hebt die de link weten te leggen tussen instellingen, scholen, sportverenigingen, maar ook mensen zelf weten te benaderen, enthousiasmeren. Ja, ik denk dat dat echt cruciaal is. Dus ik ben diep onder de indruk van het werk wat hier gedaan wordt. Durft u dan nu ook wel te zeggen dat u dat in de toekomst blijft ondersteunen en dus ook financieren? Nou, laat ik dit zeggen. Het is niet voor niets dat de regeling natuurlijk al zo lang bestaat. En zelfs in de tijd dat er echt een hele diepe financiële crisis was in Nederland, is het gelukt om deze regeling overeind te houden. En ik denk dat dat ook het belang van deze regeling ondertekent. En natuurlijk, weet je, formeel, je kan natuurlijk nooit garanties geven naar de toekomst. Maar als er één regeling is die zich heeft bewezen, als er één groep mensen is die zich heeft bewezen, dan is het deze wel. En ik zie juist op heel veel plekken dat er nog steeds wordt gebouwd aan wat kan wel. Dat nieuwe doelgroepen worden ontdekt. Dat er meer aansluitingen worden gezocht, bijvoorbeeld bij sportverenigingen en scholen. In mijn eigen gemeente, waar ik zelf ook wethouder ben geweest in de tijd, toen heette het echt nog de combinatiefunctionaris. Nu heet het natuurlijk op heel veel plekken heet het anders. Hebben we deze functie echt gebruikt om de link te maken tussen scholen en sportverenigingen. En er komt nu nog steeds elk jaar een brochure voor alle basisschoolleerlingen om contact, om kennis te maken met sportverenigingen. En daar vloeien ook heel veel lidmaatschappen uit. Maar ook bijvoorbeeld buurtsportcoaches die zich richten op werk met ouderen. En wat Sophie ook vertelde, dat ze in coronatijd bij balkons gaat staan, zodat mensen toch bewegen. Ja, mooi. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, daar word je helemaal blij van. Hart van open. En ik heb het vanmorgen in mijn praatje al genoemd. Eigenlijk zitten ze op de hotspot van preventie. Ze zitten in die wijken en die buurten. En dat is het mooie. Nou is er, ik geloof een paar weken geleden, bij van de Nederlandse Sportraad een advies uitgekomen. En eigenlijk kort gezegd komt het erop neer, de toekomst van de sport qua financiering en organisatie zou wel eens onhoudbaar kunnen worden. Maak sport en bewegen gewoon een publieke voorziening.
Ik heb daar twee vragen bij. Hoe leest u dat advies en wat doet u met dat advies? Ja, ik denk dat het een heel erg belangrijk advies is. Want ze hebben echt met 200 mensen gesproken die echt op cruciale plekken zitten. In de wereld van sport, in de wereld van gemeenten, op allerlei plekken. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is sport uitgelicht van één onderwerp naar wat betekent het nou? Wat betekent het voor vitaliteit? Wat betekent het voor de zorgkosten? Wat betekent het voor samenhang? Hè? Wat, als mensen lid zijn van een vereniging of in een groepsverband zich gekend weten, dan doet dat iets met je. Dus zij hebben eigenlijk op een andere manier gekeken. En ze hebben ook geconstateerd dat de huidige geldstromen op heel verschillende manieren lopen. En kun je daar nou anders mee omgaan? Nou, ik vind dat een heel waardevol advies. En ik denk dat het van belang is dat het ook breed in de maatschappij besproken wordt. Wil ik ook mijn aandeel aanleveren. En ik denk dat het ook voor het nieuwe kabinet, we hebben natuurlijk over een paar maanden verkiezingen, ook echt wel inspiratie is om op een andere manier naar dit soort thema's te kijken. Ja. En vooral dat het breed toegankelijk wordt voor alle doelgroepen. Ja. Die drempels in elk geval, ook als het prijstechnisch is, dat die worden weggenomen. Ja, we willen alleen maar hordes in de atletiek. En voor de rest geen hordes meer. Ja. Dan had ik nog één ander dingetje gezien. Dat was van de VNG. Dat heet de Atlas Sport. En daar vond ik iets heel opvallends aan. Eigenlijk is het ook helemaal niet zo opvallend. Dat daar waar de gemeentes echt investeren in sport en bewegen en meer sportende inwoners zijn en bewegende inwoners zijn, dat daardoor de zorgkosten echt dalen en ook het gezondheidspeil stijgt. Nou, dat lijkt logisch, maar zou dat ons niet wakker moeten maken om nog meer te investeren in het lokale sport- en beweegbeleid? Ja, dit is natuurlijk het hot topic op dit moment. En eigenlijk iedereen die bezig is met sport of met gezondheid of vitaliteit, die legt die link. En ik merk het zelf ook, als ik 's ochtends gewandeld heb, voel ik me anders dan als ik een dag niet gewandeld heb. Dat doet direct iets, maar ook op de langere termijn. En eigenlijk is het heel gek dat in alle stelsels en systemen die we hebben, dat het bijna niet mogelijk is om juist te investeren in preventie en dan ook die baten daarvan te laten neerdalen bij dezelfde organisatie of bij dezelfde gremium. Een pocket dilemma. Ja, dus hier liggen echt kansen. Hier liggen echt kansen. En eigenlijk iedereen die ermee werkt, die weet het al. En nu moeten we nog zorgen dat het door gaat werken. Mooi. Ja, als we die sport- en preventieakkoorden een beetje aan elkaar kunnen smeden, dan maken we echt winst, denk ik. Ja. Nog een laatste vraag en dan gaan we Ruudvoortcoaches even naar voren halen. Leuk. Iemand die zei vanmorgen, kunnen we maar weer met z'n allen sporten. Je bent ook van medische zorg. Het is een hartekreet natuurlijk. Ja. Kun je er iets over zeggen? Ja, dit is zo zwaar. En ja, bewegen kan. Met beperkingen natuurlijk op dit moment. Gelukkig voor de jeugd onder de 18 kun je gewoon trainen. Wedstrijden zitten er nog even niet in. Maar ook voor mensen boven de 18 is trainen mogelijk, maar heel beperkt. Ik heb gisteren overleg gehad met de KNVB en NOC-NSF. Ook met de minister-president erbij. En wat we gaan doen is, we gaan aan ons adviesorgaan het OMT, gaan we toch de vraag stellen, wat zou er nou gebeuren als we iedereen weer kunnen laten trainen? Want sport betekent natuurlijk iets voor de contactmomenten die we hebben. Dus het is een risico. Maar het levert ook heel veel op. En we willen eigenlijk kijken wat er kan. Dus daar hebben we nu toch ook advies voor aangevraagd. Ja, en ik hoop natuurlijk dat daar iets moois uitkomt. Maar dat zullen we nog even af moeten wachten. Goed dat jullie die stappen zo ondernemen. Goed te horen. Fijn, actueel. We gaan de drie buurtsportcoaches naar voren halen. Spannend. Dan kunt u ze ook zien. En ze zullen allemaal één vraag aan u hebben. Ze weten het niet. Die van de drie. Kijk, daar komt Sharon. Sharon de Witte. Uit Zwolle. Sportteam Service Zwolle. Sharon, jij hebt een vraag voor de minister. Dus dat er steeds meer vragen komen, ook door corona, komen er steeds meer verschillende partijen bij ons. Kunnen jullie iets voor ons betekenen? Dat willen wij heel graag. En heel vaak lukt dat ook aan de hand van bijvoorbeeld een subsidie. Vaak is dat een kortlopende subsidie, maar daarna is het dan vaak klaar. Hoe zouden we ervoor gezorgd kunnen worden dat dat een langdurige traject zou kunnen worden? Dat we na de subsidie ook nog iets kunnen betekenen voor elkaar? Ja, dat is natuurlijk echt een hele goede vraag. Want er is vaak wel geld te vinden voor een project, maar als je het dan voor altijd wil doen, dan wordt het lastig. Ja. Dus, en wat je natuurlijk eigenlijk zou willen, is dat ook andere organisaties de meerwaarde gaan zien van jullie werk en daar ook bereid zijn in te investeren. En dan zou het gewoon heel mooi zijn om ook te zien wat het oplevert, maar dat je daar ook wat mee kan. Dus dat je, zogezegd, een business case zou kunnen maken. En ik denk dat daar een belangrijke opdracht ligt voor mij, maar ook voor bijvoorbeeld de gemeente, om het daar ook met andere partners over te hebben. En als ik jou dan een vraag mag stellen, kun je een voorbeeld geven van zo'n project waarvan je zegt van, oh, dit wil ik toch eigenlijk gewoon doorzetten? Ja, we hebben bijvoorbeeld nu even kijken, een aantal jaren een seniorensportgroep opgestart. En die subsidie loopt nu af. Die is nu afgelopen. We hebben inmiddels 30 senioren aan het sporten gekregen.
Zij hebben een kleine eigen bijdrage. Heel veel senioren, nou, dat is ook echt wel een beetje de max. Maar dat is eigenlijk net niet genoeg om het op deze manier in stand te houden. Om het zo door te laten gaan. Ja, dus wat ga je dan doen? Ga je dan dus de stekker eruit trekken en al die senioren die je in beweging hebt gebracht, ja, thuis laten zitten of zelf een beetje aan laten modderen, zeg maar. Dus dat is een beetje dan de spagaat waar je in terechtkomt. En dat is zo jammer, want je hebt dus al zoveel bereikt met elkaar. En senioren geven ook aan van, goh, we willen heel graag nog door. Maar ja, hoe ga je dat dan doen? Dus dat zijn wel dan struggles waar wij mee te maken krijgen. Dus dat is een voorbeeldje. Ja, en eigenlijk zou je gewoon al die organisaties die er dan omheen zitten, van zorgorganisaties tot gemeentes, om tafel moeten zetten en zeggen van, joh, als die mensen weer stil gaan zitten, wie heeft er dan kosten? En als je die kosten nou aan de voorkant in zou kunnen brengen, dan kan je eigenlijk iets heel moois voortzetten. Dat is natuurlijk waar we eigenlijk naartoe willen met elkaar. En een stukje preventie natuurlijk ook, wat je dan kan. Ik vind dat een mooie huiswerkopdracht. Ja, top, geweldig. Dankjewel. Ja, nou, heel fijn. Wat leuk dat jij deze vraag nog even stelde. Ja. Belangrijke vraag ook. Ja, nou, we gaan fijn. Naar de volgende. Heel goed. Ja. Laat het muziekje maar weer starten. Wie van de drie? Het is weer helemaal in, mevrouw Van Ark. Wie van de drie? Sergeant. Kijk eens aan, we hebben jou al de hele ochtend in beeld gehad. En we weten nog steeds niet wie de buurtsportcoach is, maar je hebt wel een belangrijke vraag voor de minister. Dus Sigrid, ga je gang. Ja, ik ben erg benieuwd hoe als minister van Sport naar kijkt van alle verschillende kinderen in de samenleving, verschillende lagen van de samenleving, om die op een laagdrempel manier kennis te laten maken met sport. Maar ook structureel, later zeg maar, hoe je daar naar kijkt. Ja, dit is echt een onderwerp wat me heel erg raakt. En ik was hiervoor staatssecretaris van Sociale Zaken. En had ik heel veel te maken met het Jeugdsportcultuurfonds. En wat zij kunnen doen voor kinderen. En dan is het heel erg belangrijk dat je als kind kunt sporten. Dat die mogelijkheden er zijn. Maar dat je kinderen ook weet te vinden. En ik ben wel eens bij een gezin thuis geweest waar gewoon echt, ja, het is heel vreselijk, maar gewoon echt alleen maar tuinmeubilair in de kamer stond. Maar de dochter van het gezin kon wel met behulp van dit fonds op turnen zitten. Dus de sportoutfit, de contributie, al die dingen doen. En het is zo belangrijk voor kinderen dat ze weten dat ze ergens aan mee kunnen doen. Dus dat jeugdsportcultuurfonds is heel erg van belang. Maar ook het werk wat jullie doen, omdat je soms beter kinderen of gezinnen weet te vinden dan iemand van een hele officiële instantie als bijvoorbeeld de gemeente. En ik denk dat we niet moeten stoppen met benaderen van deze kinderen en ze ook laten zien dat ze meedoen, dat ze erbij horen en dat het, als ze eenmaal op die vereniging zitten, dus ook niet goed te zien is welk kind met welke achtergrond daar komt sporten. Ik denk dat dat echt heel cruciaal is. Zeker, ik ben het wel met u eens inderdaad. Ik merk ook wel zelf in de praktijk dat leerlingen, met name met wie ik werk van 12 tot 15 jaar, wat moeilijker de verenigingen weten te vinden. En dat is ding. Dus ik ben eigenlijk van mening dat we een sportspreker zouden moeten opzetten voor alle kinderen op scholen. 1 uur per week, die worden aangedragen door mentoren en door gymsectie. En dat wij die kinderen helpen om naar een vereniging te brengen, een proefles te laten doen. En op die manier iets meer op te bouwen. Want in Nederland hebben we best wel veel instituten die helpen altijd. Hè. We hebben de dokterspreekuur, noem maar op, dat soort dingen. Maar een sportspreekuur zou misschien toch veel meer kinderen structureel 1 keer in de week naar iets kunnen sturen. Waar ze uiteindelijk later, op die leeftijd dat ze uitvallen, van 12 tot 15 jaar, toch kunnen blijven doen. Ik zou daar best wel een keer willen over nadenken met u misschien. Ik vind het een mooi idee. Dat is ook weer een voorbeeld van hoe kan je nou drempels weghalen. Hè? Want je wil het gewoon heel eenvoudig maken. En ook niet, het is voor kinderen natuurlijk ook heel belangrijk dat je anders bent. Je wil niet anders zijn dan andere kinderen. Nee. Dus je wil die drempels zoveel mogelijk weghalen. Dus ik vind het een heel mooi idee. Leuk. Ja. Hartstikke mooi, Sigrid. Dankjewel voor deze mooie vraag aan de minister. Dankjewel. Ja, en dan gaan we naar de laatste. En dat is Wilma Rijmaak. Kijk Wilma, daar ben je weer. Ja. Fijn. Je hebt ook nog een vraag voor de minister. Zeker. Ik zou graag willen weten hoe jullie als ministerie ons werk zien over 5 jaar. Hoe zien jullie de functie van buurtsportcoach over 5 jaar? Of als jongerenwerker, sportbegeleider? Nou, ik vind het zelf, dat zie ik ook eigenlijk breed terug op het ministerie, echt een bijna onmisbare schakel zou je willen zeggen. En vorige week had ik een kamerdebat en toen werd er ook nog door een van de kamerleden gezegd van kunnen de buurtsportcoaches ook iets betekenen voor ouderen? Nou, dat gebeurt natuurlijk al op heel veel plekken. Dus het is ook goed om daar blijvend bekendheid aan te geven. Mm-hmm.
En we hadden net ook een discussie over, kun je meer ook in preventie doen? Kun je ook meer laten zien wat het oplevert? En wat mij betreft levert het heel veel op. Maar je ziet ook al aan hoe lang de regeling al bestaat, dat eigenlijk iedereen wel ziet hoe belangrijk die is. Nou, met alle plannen die er zijn voor de sport voor de toekomst, maar ook de lokale sportakkoorden, ja, denk ik dat er wel een hele goede bodem ligt om door te gaan met de buurtsportcoaches. Dus het zaadje is geplant en wij kunnen gewoon door gaan groeien. Ik vind het al een flinke boom hoor, eerlijk gezegd. Het is meer dan een zaadje. Jullie doen echt zulk mooi werk. Ik denk dat er nog meer kan komen. Wat zou je nog meer willen? Nou ja, waar ik nu mee begonnen ben is de voorschool. Kent u dat? De voorschool, dat zijn kinderen van 2 tot 4 jaar, ja? Die zeg maar in groep 0 komen op een basisschool. Deze kinderen die komen vaak uit een migratie, hebben een migratieachtergrond en spreken de taal nog niet, maar zijn motorisch ook niet echt ontwikkeld nog. Waar ik mee bezig ben in Amsterdam West is dus het opzetten van een voorschoolactiviteit. Ik ga met die kinderen 1/2 uur tot 3 kwartier sporten. Dus allemaal spel- en sportactiviteiten doen, kruipen, motoriek ontwikkelen, van alles en nog wat, maar ook stoeien. En wat ik weer graag zou willen is, zodra dat corona weer afgelopen is, wanneer we weer mogen, wanneer ouders weer dichter bij elkaar mogen komen, om het kind met ouders samen te laten sporten. Zodat ouders ook de informatie die ze van mij krijgen, maar ook van collega's van ons, andere buurtsportcoaches die het gaan oppikken, dat de ouders dat thuis ook gaan doen met hun kind. Dat ze het van een jongs af aan sporten meekrijgen en dus ook op een latere leeftijd blijven sporten. Ja. Nou, wat je nou denk ik heel... Wat je heel mooi laat zien, is dat iets wat er dan ogenschijnlijk uitziet als een spel, eigenlijk heel veel belangrijke doelstellingen dient. Ja. Zowel inderdaad de ontwikkeling van kinderen, maar ook het betrekken van ouders, het versterken van die band, het geven van informatie. Het is heel goed als iedereen weet dat het werk wat jullie doen meer is dan die ene activiteit, ja, maar ook wat er allemaal mee gebeurt. Dus heel mooi. Mooi voorbeeld, ja. Wilma. Ontzettend leuk dat je dit nog even vertelde. Ja. En nou, we gaan kijken of jij misschien straks een van die drie bent. Dank je wel voor je vraag. En sowieso ontzettend veel succes in Amsterdam. Dank je wel. Heel veel succes. Dank je wel. Goed, mensen. Nou, mevrouw Van Ark, wij gaan naar het belangrijke moment toe. En eigenlijk, als je in mijn hart kijkt, dan zeg ik al die 6000 buurt-, cultuur-, sportcoaches... de combinatiefunctionarissen zouden allemaal die dikke prijs moeten krijgen. En als je dan deze drie ziet, Sirjit, Sharon en Wilma, dan zeg je, ja, geef ze alle drie die prijs. Ik ben blij dat ik niet in de jury zit. Ik ook. Ik heb het gevraagd, wie is het? Ik mag het ook nog niet weten. Hier is de envelop net gebracht. Die mag u straks openmaken. Ja, en beste mensen, wij gaan straks de winnaar bekendmaken. Wat krijgt die winnaar dan? Er is er toch maar eentje die dat dan krijgt. In elk geval de belangrijke check. En de cheque is ter waarde van €1500 te besteden, vrij te besteden, maar ik hoop vooral aan datgene waar jullie zo ontzettend goed in zijn. Dan hebben we nog van Sportworks een persoonlijk ontwikkeltraject. Dat kan ook worden besteed tot ongeveer 130 online trainingen, zie ik. U ziet voor ons het sport- en spelmateriaal, een hele tas vol met allerlei nieuwe sport- en spelen die je kunt gebruiken direct in de wijk en in de buurt met senioren en kinderen en alles. Dus dat is een mooi gedeelte. En natuurlijk het prachtige beeldje. Het beeldje wat hoort bij deze stimuleringsprijs voor de beste buurtsportcoach van het jaar. Die zo innovatief, zo creatief en zo bijzonder bezig is in die harten van onze samenleving. En die ons laat zien dat bewegen en sport niet alleen maar goed is voor je lijf, maar ook voor je sociale contact. Dus hoe dan ook, wie het ook wint, het is zo belangrijk werk. Wij gaan nu de envelop pakken, die leg ik bij u neer. Dank u wel. U kunt hem openmaken en ik weet niet of er nog een muziekje komt, maar laten we maar eens kijken wie van deze drie, Wilma, Sharon of Sirjit, de prijs straks hier bij de minister in ontvangst mag nemen. Ik zou het slecht doen bij de Oscars. Oh, ik weet het nu. Je weet ja, het. Ik weet het nu. De buurtsportcoach van dit jaar is... Sharon de Witte. Sharon de Witte. Fantastisch. Sharon, oh man, uit Zwolle. Van harte gefeliciteerd. Oh, wow, dankjewel. Ja. Nou, dat is wel echt, ik zou je nu het liefst gewoon even een hele dikke knuffel willen geven, maar dat mag niet. Nee, helaas. In plaats daarvan geef ik je deze prachtige check. Weet je al waar je hem aan gaat? Ja, ik weet het nog niet precies.
Maar ik wil heel graag ook iets betekenen voor mijn collega's. Want ik vind dit wel echt iets wat wij als Sportservice Zwolle met elkaar hebben gedaan. Dus ik zat zelf te denken aan iets van groepsdynamiek. En dat ik dan hun dus ook kan begeleiden daarin met hun eigen groep. Omdat wij constant met allerlei verschillende groepen aan het werk zijn. Dus dat lijkt mij heel tof. Heel erg mooi. Mooi. Nou, goed besteed. Heel erg mooi. Nou, Sharon, gefeliciteerd. Oh, wauw. Dankjewel. Ja. Ik zie dat je er ontzettend blij mee bent. Ja. En natuurlijk had ik het Sirjet ook gegund. En ik had het Wilma gegund en alle anderen. Ja. Jij bent het dit jaar geworden. Dat betekent dat die anderen ook allemaal doorgaan. Jij maakt er in elk geval iets moois van. Je gaat door in Zwolle. Je zorgt dat daar iedereen in beweging komt. En wie weet ben jij volgend jaar hier ook om nog eens even te vertellen hoe dat jaar geweest is. Ja. En dat we met z'n allen weer kunnen sporten en bewegen. Helemaal heel veel succes. Ja, heel veel succes. Dankjewel. En dan wil ik mevrouw Van Ark ontzettend bedanken voor uw bevlogen en enthousiaste manier waarop u naar ons vak kijkt. Het vak wat zo belangrijk is in het hart van onze samenleving zit. Ik denk dat we nu een hele goede minister hebben. U heeft ook een paar dingen een beetje beloofd. En we hopen dat wij over 5 jaar met elkaar en met nog veel meer Nederland echt in beweging krijgen. En die functie ertoe doet. En die doet er nu al toe, maar misschien nog meer in het hart van de preventie. Ja, en jullie bedankt voor al het mooie werk wat jullie doen. Heel veel succes ermee. Fijn. En u sterkte en succes met alle dingen wat u heeft. Meer dan in uw hoofd dan alleen sport en bewegen. Ja, maar ik hoop dat het in het hart blijft van uw aanpak en beleid. Oké, nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dank u wel. Goed mensen, de prijswinnaar is bekend. Sharon de Witte, ontzettend leuk dat zij het geworden is. En wij wensen haar veel succes in Zwolle. Wij gaan straks met pauze en ik hoop dat jullie ook gewoon lekker even naar buiten gaan. Je kan zelfs het netwerkplein op en waarom zou je dat ook niet gewoon doen met je telefoon. Je gaat door het park lopen, je connect met iemand uit deze doelgroep die je misschien helemaal niet kent. Dat kan via dat netwerkplein, je drukt gewoon op een knop en je zegt ik wil met jou even praten. En dan ga je gewoon in beweging komen en het komende uur kun je alle kanten op om niet alleen maar achter dat scherm te blijven hangen. Maar wij hopen natuurlijk ook dat jullie vanmiddag, en hier zien jullie dat nog even in beeld, vanmiddag ook die deelsessies. En die zijn ook zo ontzettend interessant over die lokale aanpak, zowel voor beleid als voor de praktijk, hebben we elke deelsessie, elk uur, is er een mogelijkheid om te kiezen voor gedragsverandering of Healthy Hellegum. Daar beginnen we om 1 uur mee. We hebben om 2 uur valpreventie en sociale veiligheid, ook zo'n thema wat zo ontzettend belangrijk is. En we hebben om 3 uur de laatste deelsessie, politiek en beleid maken. Hoe doe je dat dan lokaal? Hoe kun je met dat provincieakkoord misschien iets doen? En we hebben een mooi voorbeeld, Healthy Life, leefstijlcoaching en beweegcoaching. En dat gaat natuurlijk over die gecombineerde leefstijlinterventie, waarbij we zoveel mensen met bijvoorbeeld overgewicht kunnen helpen om voortdurend bezig te zijn met een fitte leefstijl. Kortom, ontzettend veel te doen vanmiddag. Maar zorg ook dat je in beweging gaat. Herinner je aan die 2 uitdagingen, het programma helemaal bijwonen en minstens 1/2 uur of 1 uur in beweging zijn. Als die uitdagingen jou lukken, heb je een topdag. Ik wil nogmaals de minister bedanken, Sharon bedanken en natuurlijk ook Wilma en Sirjet. En ik wens iedereen ontzettend veel succes en ik zou zeggen, eet straks lekker en tot straks om 1 uur.